Dit is er dus gaande. Kyle was aan het nepen. Terwijl zijn nagels geknipt worden. Als zijn haren zijn, hè? Ja. Nou, volgens mij werkt het prima. Ja, dit ga ik maken. Hij is zo gierig. Hij heeft niet eens door. Gaat goed, hè, zo. Ja, bak je zo weer leeg. Ja, kleine beurt van achter. Nou, dat klinkt echt als dat. Gaan we ook nog het staartje even rondom het staartje knippen. Dat we weer een staartje krijgen. Even zijn billen, hè. De kunst is dus om het haar net naast het staartje heel kort te knippen. Waardoor hij een klein noppie krijgt. Noppie? Zie je dat? Ja, daar vind ik allemaal wel prima. Hey, wait. Want hij gaat wel zijn eigen haar opvreten. Dat is goed voor de proteïne, hè? Nee. We zijn op weg naar Duitsland, naar Düsseldorf, want we gaan gezellig een weekendje naar de kerstmarkt. We hebben dus nog best wel een lange road voor ons. En we dachten, het is leuk om even een spelletje te doen om te kijken of we elkaar wel zo goed kennen. Ja. Een challenge. Maar, nu komt de plot twist, want op het moment dat jij het antwoord niet weet, dan word je beanboozled. Yes. Elke jellybean is dus eigenlijk een hele, of een hele lekkere smaak of een hele vieze. Dus ja, je weet nooit wat je krijgt, maar ben je klaar? Ik ben bang. Zeker. Zeker weten. Oké. Okay. Eerste vraag van mij. Wat wilde ik vroeger worden? Wat wilde je vroeger worden? Ja. Nou, we hebben een hele tunnel opkomst, dus daar kan ik heel lang over nadenken. Oké, ik wil niet gelijk te blij doen, maar volgens mij weet ik het weer. Wilde je piloot worden? Was dat het? Nee, dat kan ik echt niet goed rekenen. Private jet piloot? Nee, ook niet. Helikopterpiloot? Nee, nou heb je, nu is het klaar, vriend. Je gaat niet door blijven. Straaljager. Ja, nu is het te laat. Die had je echt niet. Je hebt drie dingen genoemd. Nou, ik vind piloot echt wel goed, hoor. Het was straaljagerpiloot. Ja, het is rot, heel anders. Ja, het is iets heel anders. Het is gewoon een piloot. Ja, maar je mag toch... Schat, je mag toch... Ik wil vrachtwagenchauffeur worden. Nee, van de DAF 200R. Ja, maar je mag toch... Piloot is een piloot. Nee, Opa. Dat vind ik niet waar. Ik wilde geen... Nee, want een normale piloot is echt iets anders. Of hitman wilde ik worden. Hitman? What the fuck? Even wel, maar ik vind dat ik het goed heb. Yes! Wow, ik hoop van jou zeker. Nou, maar gewoon nu die lekkere er variant. Er komen gewoon twee uit. Nou, dan mag je kiezen welke. Ik ga wel even voorlezen voor je. Doe die groene maar. Ja, maar dat vind ik echt lullig. Want dat is long clippings offline. Dus je zit sowieso is het niet iets. Nou, ik vond ook dat ik hem half goed had. Dus dat is wel rechtvaardig. Dus wat was het, zei je? Het is dus ja, long clippings. Dus ik denk gewoon gemaaid gras of lime. Lime. Echt? Winning. Godverdomme, dat is echt niet leuk. Oh, goeie hè. Zie je, de universe vond ook dat ik het goed had. Oh, dat vind ik echt niet leuk. Maar die is er in ieder geval uit, dus die kan je niet meer krijgen. Oké, okay, jij bent kut. Ik ga het beleven. Nog niet, oké. Okay. Nee, ik ga het beleven. Ik heb dus mijn pols een keer gebroken, toch? Dat weet je wel, toen ik heel klein was. Ja. Ik heb hem vaker gebroken, maar... Welke kleur cast dat ik? Roos. Ja, dat is goed. Yes! Waar ben ik geboren? Oh, Alkmaar. Nee, waar ben ik geboren? Dus stel je... In welk ziekenhuis? Het is een plek binnen Alkmaar. Dat is ook waar mijn broer woont. Ja, weet ik dat niet, joh. Ik heb het echt al heel vaak opgenoemd. Ja, maar ik luister. Kom. Het Ouddorp. Oh, Ouddorp. Oh, die ziet er echt ranzig uit. Oh nee, you're so fucked. Caramel corn of moldy cheese? Moldy cheese? Of die rotten egg? Wacht, laat me nou, deze is sowieso niet lekker, dat heb ik al. Oh, dat is de caramel corn of ja, verrotte kaas. Yes. Ja, dit is kaas. Je moet er... Oh. Is die vies? Oh, what the fuck? Oeh, sterk ook, hè? Geef me eens even een kusje. Nee. Oh, ik blijf ook echt lang in mijn kies hangen, hè? Wat is dit? Rotte kaas. Oh.
Ik ruik het uit je mond. Zo. Mijn ogen beginnen wat te tranen. Godverdamme. Het is ook ik ruik het echt uit. Hij zit nog steeds. God. Wie is in het tyfus? Het ruikt gewoon echt naar vieze kaas hier nu. Maar het erg is, dat die koud erop en je krijgt hem gewoon niet meer weg. Mijn favoriete smaak, eiwitpoeder. En dan moet, wat ga je opzoeken? Ik ga het opzoeken. Ik weet nee. Welke het is. Nee, dat mag niet. Hallo. Het zijn twee ingrediënten. Caramel fudge. Fout. Caramel chocolate. Oh, ik weet het echt niet. Oké, ik ga voor rotten egg of buttered popcorn. Ik durf niet. Kauwe. Oh. Heb je goeie? Buttered popcorn. Ah, oh, kapot lekker. Die is echt lekker. Zo, de volgende boer krijg jij in je gezicht. Ik heb een beetje meegenieten. Ranzig, hè? Ik krijg gewoon een dingetje neer. Oh, schatje. We moeten echt nog heel lang in de auto. Is dit echt te erg? Anders stoppen, hoor. Nee, kom op. Oké, wat is mijn favoriete kleur? Favoriete kleur? Beige. Ding, 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 ding. Ah. Nice. Wie was mijn beste vriendin vroeger? De naam? Ja. Ach. Maar het was echt mijn hele jeugd hetzelfde. Nou, weet ik niet meer. Kom op. Ja, Evelien. Yes! Close call. Zo, dat was echt niet leuk. Dat was gewoon nuften. Je had hem bijna in je mond. Oh, shit. That's what he said. Oh, dat was echt jammer. Oké, komt u maar. Kut, sorry. Oké, favoriete NBA-speler? Ah, Jezus, kom op. Aller tijden, hè? Ik praat niet, gewoon aller tijden. Ik heb het... LeBron James. Nee, wat? Echt? Is dat? Jason Kidd. Dit is of coconut of spoiled milk. Oh. Kotsen. Adem is in mijn gezicht. Oh, die is echt ranzig. Zo. Wow. Gadverdamme, dat was echt 100% zeker spoiled milk. Dat was de naam van mijn Noorse boskat. Ai, klonjo, dat is echt lastig. Maar die heb ik ook al, heb ik een flink aantal, een hele lange naam. Ik gebruikte de verkorte versie, maar aan het volledige naam. Echt waar? Ja. Ah, shit. Nee, dat weet ik echt niet. Don Tego Calderon. Oh ja. Maar ja, nooit van ja, echt wel. Tego. Ja, nog even. Kom maar. Nog nooit van mijn leven. Oké, wacht. Ze ligt nog echt nooit. Ja, echt wel. Nou ja, geef maar, ik denk ze. Luister. Oké, wacht. Dit is of. Oh, je gaat echt je hard gaat met deze. Ken ik die rode? Die ziet er echt uit als barf. Dus je gaat voor de rode. Dus we gaan voor die rode. Yes. Maar het kan dus ook dead fish zijn. Of persik. Of strawberry banana. Oh, dead fish. Het stinkt. Oh. What the heck? Sorry. Oh, het stinkt. What the? Zo. Oh, nee. Oh. Die ruikt kapot! Het ruikt echt naar frotvis nu. Oh. Zo, die ruikt sterk, hé. Oh. Godverdamme. Zo, nee, die is echt niet leuk. Ja, dat was inderdaad dode vis of strawberry. Zo, het stinkt echt als een malle nu hier gewoon. Nee, of zouten. Echt niet. God, zo, die lucht. Godverdamme. Dat is mijn favoriete film alle tijden. Ja, dat is die met die honden. Oh, nee, wacht. Dirty Dancing. Nee, ja, Dirty Dancing. Was het niet Dirty Dancing?
Was het niet een dansfilm? Ja, maar je hebt nu al geraden. Oh, dan is het Bloodsport. Dan is het Bloodsport. Ja, maar je hebt het nou al geraden. Nee, maar hou op. Die Dirty Dancing. Dan is het Spoil Me Up, want hij is niet heel heftig. Hij is niet zoals die Death Wish. Ja, zal dat het zijn? Ja. Uw, hij stinkt wel. Hij ruikt echt kapot. Je hebt nu Spoiled Milk met Rotten Fish all in one. Deze vind ik te doen. Ja, dat is wel... Godverdomme! Ik vind die lekker, maar... Luister, met deze geur die ik ruik, dat jij gewoon rustig bent zitten kouwen. Is echt heel best wel disturbing. Dat is echt, die geur is best overwhelming. Hij smaakt, ja. Gekookte hij smaakt een beetje naar kaas. Ja, maar, nou, zeg maar het melk die al bijna kaas is geworden, zeg maar, zoiets. Nou, jij bent. Oh, je stinkt echt uit je bek. Ja, maar hij blijft nu een beetje in de kies hangen. Dat vind ik wel best wel vies. Ja. Zo lekker mixie, dit is een cocktail van rotten vis. Oké, wat was mijn eerste baantje? Ik weet ook. We gaan voor de bruine, ja? Ik ben een diehard. Kappelpudding. Zo gelukkig. Ik heb een kappel, heel gelukkig. En ze is gewend om dat voer van Kyle gewoon te eten. Dus nee, ja, dat had niet eens erg geweest. Nou, ik weet niet of jij gisteren raakt hebt gegeten. Raakt niet lekker hoor. Oh, dat is wel echt lekker. Het is gewoon chocoladepudding. De twee plekken waar ik in Brazilië heb gewoond. Ja. Nee. Echt niet? Nee, gewoon echt niet. Maar ik heb het er laatst nog over gehad. Ja, dat zijn van die woorden. Ik weet ik wel, joh. Eentje heeft maar vier letters. Ja, ik weet het gewoon echt niet. Gewoon. Pipa en Florianopolis. Ja, het zegt me nog niks. Maar dit is volgens mij eentje die ik al had gehad. Maar nu is het weer die dead fish. Wat is het nou weer? Gadverdiefus. Gadverdamme. Oh, die geur is zo... De rest van de dag ruik ik gewoon aan rotte vis. Schatje! Maar ik geloof geen moe van. Dus ik krijg alleen maar lekkere fruitsmaak. En ik krijg ook een fucking bar. Jij mag het vanaf nu ja, van doen. Ja, inderdaad. Goed gezien. Jij bent ook met de volgende vraag. Gadverdamme. Jij bent. Oh, okay. Zeg. Dat stink jij uit voordat ik... stopte met spelen, basketbal. Heb ik jeugd Eredivisie gespeeld, mijn laatste team. Welke kleur was het tenue van dat team? Geel. Fout, rood. Even die handel. Zo. Oh, schat, dat weet ik niet. Je mag kiezen. Oh, dit is Barf of Peach. Barf of Peach. Ja, dat is de voorzichtige. Kom maar op. Ik denk dat dit Barf is, ik weet het bijna al zeker. Gouwe. Oh nee! Godverdomme! Ik durf niet meer te kouwen. Jawel, kouwe. Nee. Hoe langer je je mond hebt, hoe vreselijk is. Oh god! Zo'n beetje op die achterkant van je tong. Oh. Godverdomme. Ramen beslaan helemaal, hè? Goorlap. Oh. Jak. Oh. Eet dat ding op. Oh, hij begint gewoon te tranen. Ah, hou je bek dicht. Het begint echt te beslaan hier. Godverdamme. Ranzig. Kies een ransbak dat je er bent. Nee, ophouden. Nu is het klaar. Ben je ongeluk of... Ranzig? Oh. Zie je wel, eerste keer dat ik hem heb, hè? Gelijk. Die is een vals speler. Oké, jij weer. Wat was de naam van mijn eerste hamster? Ah, joh. Die had ik uitgeprint. Die heb ik thuis liggen uitgeprint op een papiertje. Ik heb het laten zien. Zijn we eigenlijk al in Duitsland? Nee. Oh, we zijn nog niet over. Nee, met dit tempo komen we er nooit.
Billy. The fuck? Nee. Wat is het dan? Huppeltje. Huppeltje. Wie noemt zijn hamster nou weer Huppeltje? Hij was bruin, omdat ik een foto laat zien. Dit is ook weer Barf of Peach. Barf of Peach. Nou, dan krijg ik twee keer gewoon Peach. Oh, het smaakt gewoon echt naar Barf. Ja. Holy shit. Het is zoutig ook. Oh, godverdomme. Ik dacht dat dit te overdrijven. Nee. Wow. Props voor het maken van die smaak. Jij dat moet ik wel gewoon. Ach. Nee, maar ik moet wel zeggen. Het is gewoon echt dat jij kan praten. Barf in je op kot zitten kouwen. Dat is echt gatverdomme. Die is echt ranzig, hè? Heel ranzig. Ja, die is echt ranzig. Hij heeft ook drie lagen, zeg maar. Dus eerst denk je van, wat is dit? Wat is dit? Ja, in één keer komt die smaakexplosie. We zijn veilig aangekomen in onze hotelkamer. Het is echt een lieve kamer. En echt een heel liefelijk hotel. Schattig, hè? Echt schattig. Kijk, is wat leuk. Dat we wel kunnen slapen, want dat bedje is geen... Ja, dat is geen king size. Het is niet dezelfde maat als die we thuis hebben. Jij gaat me echt trappen vannacht. Ik zie het al. Ik voel het al aankomen. Nou, we zijn maar gestopt met de bamboezeld avontuur. Ik was een beetje misselijk. Ik was echt misselijk. Ik was zo misselijk. Dat was echt niet te doen.